bij de eerste aflevering van MTH Talks. Een maandelijks webinar met iedere keer een ander onderwerp en altijd op de eerste dinsdag van de maand. Doel is het delen van kennis en inspiratie met verhalen van ondernemers en deskundigen. En vandaag dus de eerste aflevering van MTH Talks. En die staat in het teken van omgaan met onzekerheden. In de afgelopen tijd hebben we ervaren dat niets zeker lijkt te zijn. We leven in een continu veranderende wereld. Een wereld waarin je als ondernemer geregeld moet schakelen. Risicoleiderschap, wat is het en waarom zou je als ondernemer je hiermee bezig moeten houden? Hoe kun je voorbereid zijn op de toekomst en hoe begin je? We maken kennis met Arjen van Asselt, DGA van Heiligers BV uit Amersfoort. Maar we starten met Martin van Staveren. Martin van Staveren promoveerde op het implementeren van risicomanagement in organisaties aan de Universiteit Twente. In 2006 besloot hij zich volledig te gaan richten op het ontwikkelen van risicomanagement. Hij werd onderzoeksleider van het Delft clusterproject Implementatie van Risicomanagement en combineerde dat met promotieonderzoek aan de Universiteit Twente. En na zijn promotie in 2009 startte hij een eigen bedrijf, Risicobureau VSRM. Vanuit dit bureau richtte zich op het ontwikkelen van risicoleiderschap in organisaties. Hij is tegenwoordig ook kerndocent en geeft masterclasses aan de Nijenrode Business Universiteit en Hogeschool Avans. U hoort het, Martin is een druk mens. Hij wilde erg graag meewerken aan dit webinar over risicoleiderschap. Maar hij heeft een volle agenda wat live aanwezig zijn op dit moment onmogelijk maakt. We hebben Martin gefilmd. Vorige week op een warme dag op de Strijbeekse Heide. En dat ligt in Brabant. We starten met de eerste opname waarbij hij zich kort voorstelt en ingaat op het verschil tussen risicomanagement en risicoleiderschap. Ik ben Martin van Staveren en ik sta voor anders omgaan met risico's. Dat anders dat is expliciet, realistisch en gestructureerd. De laatste jaren doe ik dat vanuit een nieuw fenomeen, risicoleiderschap. Ja, wat is risicoleiderschap? Risicoleiderschap is doelgericht durven omgaan met onzekerheden. Doelgericht betekent dat je weet wat je wilt bereiken als ondernemer. Verder betekent durven dat je de risico's, de onzekerheden, de kansen echt recht in de ogen kijkt en daar ook maatregelen voor durft te nemen. Ja, en het omgaan met risico's, daarbij bedoel ik dat het niet alleen om de beheersing van risico's gaat, maar ook om soms risico's accepteren en als ondernemer ook risico's durven nemen, want anders kan je nooit je doelen realiseren. Nou, je kan je afvragen, risicomanagement, dat hebben we al een aantal jaren. Waarom dan risicoleiderschap? Nou, naar mijn overtuiging is het klassieke risicomanagement te veel gericht op beheersing. En we leven nu in onzekere tijden, continue verandering. Dus dat betekent dat we anders moeten leren omgaan met die risico's. Anders in de zin van ze tijdig zien aankomen, de gevolgen beperken en ook veerkracht ontwikkelen voor als de risico's toch optreden en je ermee om moet zien te gaan. Je zult je afvragen, hoe werkt risicoleiderschap? Nou, risicoleiderschap is anders dan risicomanagement. Ik vind vaak dat risicomanagement nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt. En ik zeg dan ook, het is makkelijk ingewikkeld te maken, maar veel lastiger terug te brengen naar de essentie. Bij risicoleiderschap gaat het eigenlijk om drie vragen. Ik noem dat wel de DOD-vragen. De eerste vraag is van, wat is je doel? Wat wil je bereiken als ondernemer van MTH? De tweede is van, wat is onzeker richting dat doel? Zijn dat onzekerheden met positieve effecten, oftewel kansen die je als ondernemer kan benutten? Of zijn het onzekerheden met negatieve effecten op je doelen? En dan zijn het risico's. En dan die derde D, die is ook belangrijk. Wat ga je doen? Of wat ga je juist niet doen? Nou, die drie DOD-vragen die helpen dus om dat risicoleiderschap in de praktijk van alle dag werkend te krijgen. Heel simpel door die vragen steeds maar weer te blijven stellen. Kortom, risicoleiderschap is van belang om als ondernemer succesvol te blijven in een continu veranderende wereld. Dat betekent dat het belangrijk is om je als risicoleider ook te blijven ontwikkelen. En daarover zometeen meer. Voordat we overschakelen naar onze gast van vanavond, Arjan van Asselt, eerst even naar Tini Dijkstra. Hallo Tini. Goedenavond Arie. Er kunnen vanavond ook weer vragen worden gesteld door de kijkers. Dat klopt inderdaad. Aan de mensen thuis, ik wil aan je vragen. Ga lekker zitten, luister naar alles wat er op je afkomt. En vooral ook, heb jij een risico meegemaakt en heb je daar iets mee gedaan? Deel het ook met ons. Dan kunnen we dat alleen ook maar met andere ondernemers vanavond weer delen. Heb je een vraag, stel die ook gerust. Dat kan allemaal via de chat. Dan gaan we kijken wat we vanavond voor moois met elkaar kunnen doen. Ik zou zeggen, door naar de uitzending. Dankjewel voor dit moment. We zien je straks nog een paar keer terug. Dan schakelen we over naar Arjan van Asselt. Goedenavond. Arjan, welkom. Dag Arie. Jij bent een van de twee DGA's van Heiligers in Amersfoort. Wat kun je vertellen over Heiligers?
Nou, Heiligers is eigenlijk een projectorganisatie. Heiligers heeft twee takken van sport, dat is bouwen en ontwikkelen. En dat binnen het bouwen onderscheiden wij nog twee soorten van sporten, om het maar zo te zeggen. Het is nieuw bouwen en beheer en onderhoud doen. Dus kort gezegd, Heiligers ontwikkelt, bouwt en onderhoudt vastgoed. We hoorden Martin van Staveren zeggen, risicoleiderschap is doelgericht durven omgaan met onzekerheden. Het is de tijd van een wereldwijde pandemie. Als ik stel dat we bewuster zijn geworden van risico's, hoe geldt dat voor jou en Heiligers? Ben jij nou in de afgelopen tijd bewuster geworden van risico's? Zeker, alerter. Misschien nog wel alerter. Kijk, vanuit een projectorganisatie kun je natuurlijk altijd risico's, hè, projectrisico's. Wij maken intern onderscheid tussen bedrijfsrisico's en projectrisico's. Maar de pandemie zoals die uitgebroken is, de COVID-pandemie, die hebben wij gewoon niet zien aankomen. En dat betekent dat in één keer je heel snel soms moet gaan schakelen en gaan kijken waar je heen gaat. En ik vond vooral wat ik heel erg lastig vond aan de pandemie die uitbrak, ja, dat je kijkt in een soort zwart gat als ondernemer. En dat wil je eigenlijk niet, hè? Want je wil toch een beetje zekerheden hebben wat gaat lukken en wat gaat niet lukken. Wat hebben jullie intern gedaan dan, Arjan? De eerste vanuit de COVID-situatie zijn natuurlijk als eerste hebben we gezorgd dat onze mensen veilig kunnen werken en dat we onze kantoren veilig konden organiseren. Dat was even de eerste zorg natuurlijk. De werken moesten doorgaan. De bouw heeft natuurlijk geen stillegging gekend, zoals in de horeca. Was gelukkig voor ons, maar dat was ook wel heel lastig natuurlijk om hoe ga je nou wel doorwerken. Het ging vooral om mensen vertrouwen krijgen en zorgen dat ze weer op het werk kwamen. Dan ga je de eerste week zijn wij gewoon elke middag zijn we even een uurtje gaan zitten met een aantal leiders van onze organisatie, bedrijfsleiders, projectleiders, om contact te houden met de organisatie, met onze partners. Wat gebeurt er? Waar moeten we maatregelen treffen? Waar moeten we dingen anders gaan doen? En daar proberen zo snel mogelijk en zo adequaat mogelijk op te reageren. En ook proberen duidelijkheid te scheppen aan iedereen. Ja, wat ga je doen? Wat verwachten we van jullie? En wat verwachten jullie van ons? Is dat tegenwoordig anders dan vroeger? Ben je nu op een andere manier bezig met risico's ten opzichte van de tijd, zeg maar, voor corona? Wat wij wel heel erg hebben geleerd, zal ik maar zeggen, is dat we. Kijk, wij waren als projectbedrijf natuurlijk altijd wel alert op projectrisico's. Bedrijfsrisico's ook, maar je bent nu nog alerter geworden om te zien hoe kwetsbaar je kunt zijn door externe aanvallen, noem maar even, of externe veranderde omstandigheden, die zo snel aankomen. Dat je gewoon echt letterlijk en natuurlijk niet aan zou komen en toch wel heel snel moet kunnen reageren. Dat vraagt ontzettend veel flexibiliteit binnen het management, maar van alle medewerkers, maar van onze partners en ook onze klanten. Dat dingen toch anders gaan of dingen anders uitgevoerd moeten worden dan je van tevoren bedacht hebt. Onzekerheden kunnen positieve effecten hebben. Ze hebben we vanavond gehoord van Martin van Staveren. Maar dus positieve effecten, dat zijn kansen. Omgekeerd zijn negatieve effecten risico's. Hebben jullie binnen Heiligers nu die onzekerheden in kaart gebracht? We deden het natuurlijk altijd op de projecten, deden het vooral bedrijfsrisico's ook wel. Maar wat wij nu nog sterker hebben proberen te verankeren is dat je vanuit een netwerkorganisatie, waar je dus heel veel communiceert met partners die met jou het bedrijf samen vormen. Dus spiegels denk aan architecten, denk aan ondernemingsleveranciers. We hebben bijvoorbeeld zelf geen metselbedrijf in dienst, maar die metselaars moeten wel bij ons werken. Dus wat wij heel erg weer van geleerd hebben, is dat je externe communicatie met alle partijen waar je mee samenwerkt, supergoed op orde moet zijn. Digitaliseren van processen, het nog meer aandacht gekregen. Het op afstand werken, bij ons was toch echt wel een cultuur dat iedereen op het kantoor kwam. Ja, je ziet toch dat in een razend tempo weer is veranderd. Dat nu gemiddeld mensen gewoon 2-3 dagen thuis werken en 1 of 2 dagen kantoor zitten. En alles gaat gewoon door. Hè? Alleen anders. We kijken naar de risico's die jullie in kaart hebben gebracht. Zijn er dan ook opvallende waarnemingen gedaan door jullie? Opvallend is. Wat mij erg geïntegreerd heeft, is dat je ziet dat de verandering razendsnel gaat. Hè. We hadden architectenbureaus als voorbeeld. Die hadden geen eens thuiswerkplekken.
En binnen nou ja, 2-3 dagen waar ik architect gewoon thuis aan het werk na 15 maart. Dus wat wij gezien hebben is dat ja, risico's die onverwachts aankomen zeer red is, maar als je een flexibele organisatie hebt en flexibele ja, medewerkers die er ook op getraind hebben om altijd flexibel te zijn en te kunnen reageren op veranderde omstandigheden, ja, daar kun je ook weer heel veel aan. Als we kijken naar de interne organisatie van Heiligers, wie vervullen er nu bij jullie een sleutelrol? Ofwel, wie zijn de betrokkenen? Vanuit de COVID-procedure hebben wij, is het MT betrokken. MT bij ons bestaat uit een HR-manager, een bedrijfsleider nieuwbouw, een bedrijfsleider onderhoud en innovatie en een bedrijfsleider of directeur projectontwikkeling, financieel directeur en Rob en ik samen als DGA. En dat is een ja, MT waar we gewoon, vanavond is weer een bijvoorbeeld update voor vanuit de overheid, Rutte. Nou, daarbij vanavond om 8 uur hebben wij, naar dit hebben wij een conference call met elkaar even van moeten we dingen aanpassen, moeten we dingen wellicht communiceren onze medewerkers. Ze hebben elke keer wij gewoon met elkaar, zou ik zeggen, regelmatig gezeten en dat was in de eerste instantie was het dagelijks en nu is het ja, bij wijze van 1 keer per maand. Je zei het al, Rob Jans is de andere DGA, jij bent ook DGA. Ben jij nou een risicoleider binnen Heiligers? Voel jij je zo? Nou ja, we wel. Kijk, wat je wel merkt is dat er heel veel creativiteit en flexibiliteit nodig is. Wij zijn wel de steun in de rug van de organisatie, omdat ja, je met mensen natuurlijk vaak, heel vaak afspraken hebt. Hoe doe je dingen? Wat doe je? Ja, waarmee doe je dingen? En dat ze gewoon wel een rugsteun nodig hebben, zeg maar, om te kijken van we gaan dingen echt totaal anders doen die buiten onze comfortzone zonder liggen. Ja, kan dat? Hoe doen we dat? Waar lopen jullie tegenaan? Kijk, Rob en ik zeggen altijd, wij stellen geld en middelen ter beschikking. Jullie moeten doen. Kijk, ik sta niet op een bouwplaats, stenen te stapelen, om het even plat te zeggen. Ik ben ook niet met een architect in gesprek om hoe hoog, hoe breed, hoe diep het gebouw moet worden. Daar hebben wij gewoon collega's voor die dat ontzettend goed kunnen. Maar wij zijn wel de backbone en zorgen dat de mensen ja, hun hoofd boven water kunnen houden, om maar even zo te zeggen, in deze tijden. En dat kan betekenen dat je ja, andere werkomstandigheden moet accepteren met elkaar. En nou, daar moeten wij vooral alert op zijn dat de buitenkant verandert. De buitenwereld verandert 360 graden, zeggen wij constant. En wij moeten zorgen dat intern de mensen scherp zijn om verder te kunnen. Maar als DGA ben je dus automatisch risicoleider. Zie je ook dat collega's, medewerkers, niet DGA's dus, zich ook ontpoppen als een risicoleider? Jazeker. Wij hebben wat dat betreft ook gewoon echt mensen met de voet in de vloer staan, op de vloer staan. Echt gewoon weten wat het is om te bouwen, te ontwikkelen en te onderhouden. En die scherpen ons ook aan. Wat wij wel erg zien is dat of je bent bedrijfsgericht, dus buitenkant gericht, of je bent projectgericht. Rob en ik vervullen echt de buitenkant. Dus wij kijken echt naar buiten, letterlijk en figuurlijk. Wat gebeurt daar? Wat zien wij gebeuren? En wat betekent dat voor interne organisatie? En de mensen uit de interne organisatie, ook heel sterk intern, weten precies hoe wij moeten werken, waar ze tegenaan lopen, wat de problemen zijn. En met elkaar kun je heel snel in staat om oplossingen te creëren. En als laatste, Martin van Staveren vertelde net nog dat het belangrijk is dat je als risicoleider blijft ontwikkelen. Hoe zie je dat zelf? Ja, dat lijkt me steeds sneller gaat. Ik ben zit nu 20 jaar in het vastgoed, waarvan 5 jaar, zou ik zeggen, als DGA. Het lijkt wel of het allemaal veel en vele malen sneller gaat. Dus ik ben helemaal mee eens met de stelling dat je moet blijven trainen, je organisatie ook getraind worden. Ja, flexibiliteit is alles, denk ik, in deze wereld om bij te blijven met wat er allemaal gebeurt. COVID is een voorbeeld van, maar er zijn er tientallen voorbeelden te noemen natuurlijk, waardoor alles razendsnel gebeurt. Ja, als je niet bijschoolt, je mensen niet traint, zelf niet scherp erop blijft, ja, dan ben je binnen, wij zeggen altijd, ben je out of business binnen de kortste keren. Dat kan echt in een paar jaar tijd zijn. Met andere woorden, risicoleiderschap is een woord dat geëffend is gevestigd binnen Heiligers. Zeker, ja. Dat was het al. Alleen het heeft weer een andere dimensie gekregen. Dus ik noem het maar de linkse hebben we gekregen met een bokswedstrijd. Die hebben we nu voor onze kiezer gekregen. Dat betekent dat we weer anders tegen dingen gaan aankijken. En dat zie je elke dag. Risico's worden kansen, kansen worden risico's.
wij bespreken als voorbeeld elke 3 maanden onze projecten door. Ook vanuit de risico's en ook vanuit de kansen. Ja, en onze kunst is natuurlijk van risico's kansen maken. Maar je ziet ook dat kansen risico's worden. Dus het blijft continu alert van de hele organisatie en scherp blijven. En naar buiten blijven kijken vooral. Arjen, dankjewel. We schakelen over naar Tini Dijkstra. Tini, zijn er al vragen, opmerkingen, tips binnengekomen? Hoi Arie, 2 vragen tot nu toe. De eerste die ga ik nu behandelen en de volgende bewaar ik voor straks, als we ook Pieter, onze collega, hebben geïntroduceerd. Ik heb nu een vraag voor Arjan. Arjan, de vraag is van Jessica en zij vraagt het volgende. Je had het net over meer externe communicatie. Kun je hier een voorbeeld van geven? Zeker. Even als voorbeeld, maar even een praktisch voorbeeld dat wij tegenaan liepen. Wij hebben bouwplaatsen. Op de bouwplaats moesten de mensen gaan doorwerken. En een van de dingen die op de bouwplaats was bijvoorbeeld de schaftkeet. En de schaftkeet, daar eten, drinken onze bouwplaatsmedewerkers, ook onze partners. Denk aan ondernemers, leveranciers, koffie en nuttig daar een maaltijd. Wij hadden heel gauw extra lunch of mogelijkheden gecreëerd. Maar wat je in één keer zag is dat bijvoorbeeld een aantal ondernemers elke keer stelde van ja, maar mijn mensen moeten om 12 uur gewoon kunnen lunchen. Maar als je moet in shifts moet gaan lunchen, zou ik maar zeggen, ja, dan er ontstond allerlei weerwar en discussies over wie moet nu zijn werk eerder stoppen, moet samenwerken, hoe gaan, wie gaat eerst stoppen, wie gaat later eten, dat soort dingen. En dat betekent dat je heel duidelijk en heel simpel moet blijven communiceren aan iedereen van wat je aan het doen bent, waarom je dingen doet. En hoe je het gaat doen en wat je van elkaar verwacht. En anders wordt het, ja, merkten wij toch dat op bepaalde plekken, bijvoorbeeld onder het lunch, was gewoon discussie over van ja, maar ik ben altijd gewend om 12 uur te lunchen, dat kan even niet. Heel simpel, maar dat soort dingen. Duidelijk, ja, dat is eigenlijk meer risico misschien ook beperken in de zin van nu in deze specifieke coronasituatie voorkomen hè, dat besmettingen daarin ontstaan of mensen zich onprettig voelen. Dus eigenlijk wel heel corona gerelateerd, maar natuurlijk wel heel toepasselijk op deze situatie waar we ons nu in bevinden. Ja, mooi, dus dankjewel. Ja, ik kan nog een tweede volgende dus even heel kort noemen als de tijd voor is. Bijvoorbeeld, wij doen het vaak met ondernemers. Bijvoorbeeld een voorbeeld, grondvervuiling hebben als voorbeeld. Nou, dan vragen wij een ondernemer, doe maar zelf niet, kun je voor ons de vervuiling oplossen? Maar dan is het heel duidelijk om met elkaar te communiceren van wat verwacht je van elkaar. Dus niet alleen dat die uitrekenen wat het kost, maar ook welke tijdstippen gaat het om. Zaken als bijvoorbeeld wat regelen wij, wat verwachten wij van hun. Hè? Ja, en die communicatie om met al die samenwerkende partijen. Communiceren is wel het belangrijkste vak geworden, denk ik. Zeker door risico's en kansen die je met elkaar moet benutten. Ja. Mooi, eigenlijk elkaars risico inperken. Zorgen dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten en daar ook van op aan kunnen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ik zeg dankjewel Arjan. Terug naar jou, Arie, in de studio. Dankjewel. We gaan weer kijken naar Martin van Staveren. Hij gaat in op de behoeften van de mens. Het is belangrijk om je eigen karakter als ondernemer te herkennen. Ook gaat Martin in op een verschil tussen een statische mindset en een groeimindset. Als mens hebben we fysieke behoeften. Je kent ze wel, behoefte aan eten, aan drinken, aan onderdak. Maar wat mensen niet altijd weten is dat we ook psychologische behoeften hebben, psychologische basisbehoeften. Het zijn de 3, die zijn een beetje op gespannen voet met elkaar. De eerste basisbehoefte is die aan veiligheid. Veiligheid, geborgenheid betekent dat we het fijn vinden om risico's te vermijden. Als ondernemer betekent dat je misschien minder innovatief bent en dus ook kansen laat liggen. Het is dus belangrijk om die basisbehoefte van veiligheid scherp te hebben voor jezelf. De tweede psychologische basisbehoefte is die van vrijheid in de betekenis van autonomie. Nou, die zal je zeker herkennen als ondernemer. Vrijheid betekent ook risico's durven nemen en daarmee dus innovatief kunnen zijn. Nou, er is ook nog een derde psychologische basisbehoefte en dat is de behoefte aan erkenning. Erkend worden als mens, maar ook erkend worden als ondernemer. Dat betekent aan de ene kant risico's nemen, want je wil je onderscheiden als ondernemer, maar ook weer niet te veel, want je moet niet te ver voor de troepen vooruit lopen, want dat begrijpen mensen niet meer. Nou, dit zijn de 3 psychologische basisbehoeften. Veiligheid, de behoefte aan vrijheid en de behoefte aan erkenning. Nou, die hebben we allemaal als mens in ons zitten en de kunst is om daar op een goede manier mee om te leren gaan. Voor inzicht in je psychologische basisbehoeften helpt het om onderscheid te maken tussen een zogenoemde statische mindset en een groeimindset.
Een statische mindset is nu eenmaal van, ja, zo ben ik nu eenmaal, dit is in mijn karakter, zo ben ik geboren. Terwijl bij een groeimindset ga je ervan uit dat je je met wat inspanning, wat oefening kan ontwikkelen. Dus je begrijpt het al, die groeimindset is erg van belang om je eigen risicoleiderschap te kunnen ontwikkelen. Kortom, met wat zelfkennis, met begrip van hoe je zelf in elkaar zit, wat je zelf belangrijk vindt, kun je een heel eind komen als ondernemer. Nou, het zou mooi zijn als je hier wat aan hebt. En zometeen kom ik nog met 3 tips. Pieter Steltpol, goedenavond, welkom. Dag, goedenavond, Arie. Dag Pieter, we kennen jou als partner binnen MTH en vooral ook als belastingadviseur. Vanavond spreken we dus over risicoleiderschap. Als we nou kijken naar MTH, dan ben ik benieuwd op welke manier wij het risicoleiderschap intern vormgeven. Kijkend naar de afgelopen periode, wat heb jij waargenomen? Ja, ik denk intern hetzelfde als wat Arjen net al zei. Als je kijkt naar de mensen, hun gezondheid en hun geborgenheid, zijn we druk bezig geweest met looproutes op kantoor. Zorgen dat mensen konden veilig werken, ook thuis dus. Omdat je als organisatie niet negatief in de krant wil, zoals bijvoorbeeld een bedrijf als Vion is geweest. Extern naar onze klanten toe hebben wij eigenlijk vrij snel een analyse gemaakt van klanten die bij wijze van spreken in de risicosectoren opereren. Voor de hand liggend voorbeeld is de horeca. En daar hebben we ook geanalyseerd of wij daar misschien een overmatige exposure op hadden of iets dergelijks. En dat bleek overigens ook niet zo te zijn. En ik vond van mezelf even terugkomend op die interne beheersmaatregelen, dat wij daar vrij snel mee waren. Met maatregelen op kantoor nemen, zodat mensen veilig konden werken in een goede gezondheid. We zijn nooit te oud om te leren, Pieter. Wat heb jij nou geleerd voor de toekomst? Voor de toekomst, ook iets wat Arjen aangaf, is dat de ene crisis is de andere niet. En waar wij intern, met name op financieel gebied, wel een aantal financiële crisisachtige maatregelen hebben genomen, zie je dat de behoefte vanuit deze crisis aan de klantvraag veel meer is, hè, het helpen met het verder invullen van dat zwarte gat waar Arjen het over had. Dus de onzekerheden van klanten samen proberen te identificeren, waar wij dan als adviseur die meer ook andere bedrijven spreken, denk ik, dan een Arjen, door die vele contacten de ene ondernemer ook weer kunnen vertellen hoe een andere ondernemer met een bepaald risico omgaat. Ondernemers, je benoemt het al, daar spreek jij veel mee. Is het onderwerp risicoleiderschap nou een onderwerp wat in gesprekken met ondernemers op de agenda staat? Het staat niet zozeer als definitie zoals we die vandaag tijdens dit webinar bezigen op de agenda. Maar je hebt natuurlijk. Maar wij zijn vanuit MTH al wel jarenlang met kansen en risico's, zoals jij ze eerder noemde, in gesprek. Eigenlijk voortdurend, hè. En als je kijkt naar de ontwikkeling daarin, van mij persoonlijk, je begint natuurlijk in gesprekken met klanten vanuit je vak. Risico kan op velerlei vlak zijn en daardoor probeer je al te ontwikkelen als een brede gesprekspartner. Zodat je over meer dan alleen maar fiscale risico's met klanten kunt spreken. Dus het is veel breder. Wat kan een ondernemer nou zelf doen om de risico's en kansen inzichtelijk te maken voor zijn onderneming en voor hemzelf en zijn familie? Ja, ik denk dat het meer een kwestie is niet van wat kan hij doen, hij moet het doen. Ik denk zijn organisatie verwacht dat van hem. Dat is eigenlijk ook iets wat ik Arjan hoor zeggen. En hij moet daarin mensen meekrijgen. Maar hij moet het toch ook vooral zelf doen. En hoe hij dat invult, dat zal iedereen voor zichzelf doen. Ik weet een beetje van de achtergrond van Arjan uiteraard. Ik denk dat hij dat misschien meer vanuit de financiële bril zal doen.
En iemand anders die wat minder financieel is onderlegd, maar een commerciële bril op heeft of altijd heeft gehad, dat veel meer vanuit de kansen zal doen. Dus ja, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier invult. Wat wil je als laatste nog delen met de kijker? Ik heb aan de kijker een vraag. Hè. Ik heb eerder uitgelegd dat wij proberen onszelf als meer dan alleen maar belastingadviseur of als meer dan alleen maar accountant neer te zetten. Zijn er vanuit de kijkers vragen die er feitelijk op neerkomen? Goh, bij welk van dit soort risicoleiderschap onderwerpen kan MTA voor onze gesprekspartner zijn? Wat bedoel je daarmee? Kun je een voorbeeld ervan geven? Wij hebben bijvoorbeeld bij MTH een aantal jaren geleden iets geïntroduceerd. Dat heet de parachutetest. Eigenlijk komt het erop neer dat je met de ondernemers in gesprek gaat over een vraag van, nou, stel even dat jij bijvoorbeeld Arjan, stel nou dat Arjan even gedurende X tijd niet meer de DGA kan zijn die in de dag- en dagelijkse praktijk van nu is. Wat gebeurt er dan? Heb jij een soort van plan B klaar liggen? Die op het moment dat het risicoleiderschap er even niet is in jouw persoon. Hoe wordt dat dan ingevuld? En met name ook door wie? En weten die mensen dat? En meer van dat soort dingen. Okay. Daar kom jij en al je collega's graag over in gesprek met ondernemers. Zeker. Dankjewel, Pieter. Blijf even hangen, want volgens mij is er een vraag voor jou. Dat konden de Tini Dijkstra net al aan. Toch, Tini? Dat klopt inderdaad, Arie. Je hebt goed geluisterd. Dat heb ik inderdaad net gezegd. Die vraag die komt van een verhuurder van een bedrijfsruimte. Ik noem even geen namen, je weet het nooit. Maar diegene die stuurt het volgende in, Pieter. Ik heb het bedrijf dat in de problemen zat uitstel van huurbetaling gegeven tot 1 augustus 2020... Ik wil niet de plezierige sfeer tussen de verhuurder en de huurder in gevaar brengen. Wat doe ik wanneer er betaling uitblijft? Pieter, weet niet of jij het antwoord kunt geven, maar ik denk wel dat jij de beste bent waaraan ik dat kan vragen op dit moment. Mm-hmm. Wat zou jij hierop zeggen? Ja, nee, dit is volgens mij een bekend thema uit de hele vastgoedbranche. En iedereen worstelt met dit dilemma. En ik snap vanuit de vraagstelling dat men bezig is de sfeer goed te houden. Alleen ja, risico heeft in die zin ook een zakelijke kant. Dus ik zou als vraag toch ook willen zeggen van ja, of als antwoord willen geven. Hè, sfeer is één onderdeel, maar zakelijk handelen ook naar huurders die gewoon gemotiveerd even niet kunnen betalen. Ja, dan moet je toch ook strikte afspraken mee maken en kunnen maken. En nou, ik weet dat van onze andere klanten bijvoorbeeld, dat die op dit moment inderdaad ook gemaakt worden. En ja, dan moet je denken aan toch additioneel financieren en meer van dat soort dingen aan de hurende kant en dergelijke. Dankjewel, ik denk een mooi advies. En nou, mocht er meer sparring nog gewenst zijn van de verhuurder in dit geval, dan mogen ze je vast even bellen, denk ik zo. Eigenlijk waren dit de vraag tot nu toe, Arie. Wat ik misschien nog wel aan de kijkers thuis kan zeggen is, er is door Pieter een mooi verzoek gedaan. Hè? MTH probeert daarin gewoon een bredere palet wel inzichtelijk te krijgen. Waar kunnen wij mee helpen? En ook waar kunnen we misschien leren van ondernemers? Waar speelt men mee in het hoofd nu op dit moment? Dus laten we ook vooral even zeggen, dat mag je mailen naar events@mth.nl. Dan zorg ik dat het bij Pieter of een willekeurige collega terechtkomt. Want wij helpen elkaar graag. En dat is denk ik ook hoe we erin moeten staan. Wat risicoleiderschap vooral in deze tijd betreft. Ik zou zeggen, terug naar jou, Arie. Tini, dankjewel. We gaan kijken en luisteren naar de laatste bijdrage van Martin van Staveren. Hij heeft tenslotte voor ons 3 tips welke je direct in de praktijk kan toepassen. Tot slot heb ik nog 3 tips waar je morgen mee aan de slag kan. Stel jezelf en je medewerkers steeds weer de 3 DOD-vragen.
Wat is je doel? Wat is daarbij onzeker? Wat ga je doen? Ontdek je eigen psychologische basisbehoeften en die van je klanten. Want die behoeften bepalen immers in belangrijke mate hoe jij en je klanten omgaan met risico's. En op die manier kan je dus ook waarde leveren voor je klanten. Sta af en toe even stil. Daarmee wil ik zeggen, stap even uit die dagelijkse tredmolen. Neem wat tijd om bijvoorbeeld de natuur in te gaan, wat ik nu doe. Denk eens na over wat je wil, welke risico's ben je bereid te nemen, welke ook niet. Wat kan je betekenen voor je klanten? En op deze manier ben je ook bezig met het ontwikkelen van je risicoleiderschap. En ben je in staat om succesvol te blijven in een continu veranderende wereld. Tot zover deze eerste MTH Talks. Onderwerp vanavond was risicoleiderschap. We maakten kennis met risico-expert Martin van Staveren, Arjan van Asselt, DGA van Heiligers BV uit Amersfoort, een ontwikkelaar en bouwer, was ook aanwezig en deelde zijn ervaringen als ondernemer. Ten slotte mijn collega Pieter Steltepol, die ervaringen deelde vanuit MTH en uit de praktijk. De eerstvolgende MTH Talks is op dinsdag 6 oktober aanstaande, weer vanaf 19:30 s'avonds en dan met het onderwerp cultuur in organisaties. Hoe bepaal je welke cultuur bij jouw organisatie past en hoe hou je een gewenste cultuur in stand? Tot zover deze MTH Talks. Dank voor het kijken.